In Drenthe worden per jaar 5500 kinderen geboren. De onderzoekers willen ze allemaal gaan volgen. Tavi kwam zaterdagochtend op de wereld. Ze woog 3120 gram en de ouders besloten meteen mee te doen met het onderzoek. Omdat het toch gaat over toch steeds dikker worden van kinderen en dergelijke. En ja, met zo'n onderzoek kun je er toch een beetje aan bijdragen van wat daar de oorzaken van kunnen zijn. Als eerste deelnemer kreeg de familie Pama van de onderzoekers een cadeautje. Maar in ruil daarvoor willen ze nu alles van ouders en kind weten. We verzamelen gegevens over de familie, de achtergronden. Gewicht opa en oma, hoeveel kinderen ze hebben. We verzamelen gewicht over de voeding. We verzamelen gewicht over hoe de kinderen bewegen. We verzamelen ook gegevens over de periode tijdens de zwangerschap. Want ook die periode tijdens de zwangerschap zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn. Drenthe is uitgekozen omdat de mensen er relatief weinig verhuizen. Dat maakt het makkelijker om de kinderen te volgen tot ze volwassen zijn. De onderzoekers willen kijken hoe verschillende factoren zoals voeding, gedrag en erfelijke aanleg elkaar beïnvloeden. We denken bijvoorbeeld dat de vroege voeding een effect heeft op de uiting van je erfelijk materiaal. Je krijgt je genen mee van de ouders, maar die genen kunnen actief zijn en niet actief zijn. En daar is het geboortegewicht en de voeding in de eerste maanden waarschijnlijk heel belangrijk in. Als je dan op een bepaalde manier je genen stuurt, vergroot dat of verkleint dat de kans op overgewicht op latere leeftijd. En als daar meer over bekend is, kunnen ouders advies krijgen gericht op hun kind. Want algemene campagnes over meer bewegen en gezonder eten, die werken niet. Ook al weet iedereen wel hoe het hoort. Het is toch wel belangrijk dat je gewoon je aardappels, groenten en een stukje vlees er zo binnenkrijgt. Tavi krijgt geen patat en geen pizza. Nou, krijgt ze wel, maar wel in niet vaak. Nee, we eten bijna nooit patat. Over 2 jaar hopen de onderzoekers de eerste, voorlopige conclusies te kunnen trekken.